Goedenavond. Tegen alle verwachtingen in kondigde Chris Omen van zorgverzekeraar DSW een verlaging van de zorgpremie en het eigen risico aan. Een soort opsporing verzocht voor oude onopgeloste misdrijven. Sandra Schuurhoff en Bernard Jens willen met hulp van het publiek cold cases oplossen. Fokke en Sukke maakten het beste politieke prent van het jaar. Makers Jean-Marc van Tol en Bastiaan Gelijnsen zijn hier. En oud-tennisser John van Lottum over die iconische, historische Wimbledon-finale tussen Björn Borg en John McEnroe. En Tanja Cross zet zich af tegen de traditionele opera met haar eigen versie van Carmen. 2:11, beetje vroeg, maar we gaan beginnen. Dit zijn mijn gasten. Nu eerst wat ons opviel vandaag. Bij een grootschalige politieactie op verschillende plekken in het land zijn 3 kopstukken van de motoclub Satudara opgepakt. Het Openbaar Ministerie wil Satudara nu verbieden als criminele organisatie. Motoren, dure horloges, 10.000 euro aan contant geld, drugs en een vuurwapen. Op 22 plekken in Nederland heeft de politie vandaag invallen gedaan, spullen in beslag genomen en 3 kopstukken van motorclub Satudara zijn aangehouden. De landelijke recherche doet sinds vorig jaar onderzoek naar Satudara. De motorclub moet uiteindelijk verboden worden, vindt het OM. Vandaag stemden de Eerste en de Tweede Kamer in met het bevriezen van het eigen risico. Dat blijft op 385 euro. Gisteren liepen de emoties bij de oppositie hoog op. De formerende partijen kregen er van langs. Mevrouw Keizer kan mij willen framen als opgewonden. Zij is koud en kil en berekenend. En volgens mij is dat vele malen erg. Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Van wiens voorstel? Ja. Van wiens voorstel behandelen hier? Welk wetsvoorstel is dit, voorzitter? De minister staat er niet eens achter. Ja, Chris Omen, zorgverzekeraar DSW, gekeken hiernaar eigenlijk? Ik heb er een heel klein stukje van gezien. Ja, u geniet er wel van, lijkt mij dan, of niet? Nou, ik vond dit een vorm van politiek cabaret, waar alleen geen kwinkslagen in zaten. En u bent wel van de kwinkslagen? Nou, als het zo uitkomt, vind ik dat niet erg. Ik verheug me er nu al op. Maar laten we even kijken, want wat u in ieder geval heeft gedaan, ik geloof niet dat dat per se een kwinkslag is. U heeft duidelijk gemaakt dat die prijs omlaag kan, zowel van de premie als van het eigen risico. En dit waren de reacties. DSW die berekent kosten van volgend jaar en op basis daarvan hun premie. En hoe lager zij hun premie hebben, hoe beter ik het vind. Want het is voor de mensen ook beter, want die hoeven dan minder premie te betalen. Is het een goed voorteken voor alle andere verzekeraars? Het geeft de burger moed, dus mij ook. Maar ik moet eerst afwachten wat die groten gaan doen. DSW heeft vorig jaar de premie wat meer verhoogd dan de collega's. Heeft hij wat extra ruimte door. Ik verwacht wel een verhoging, maar het gaat gelukkig voor onze verzekerden wel meevallen. Kijk, voor de kwinkslagen moet je inderdaad bij u en uw collega's zijn, hoor ik al. Ja, ik denk dat ik mijn verdriet mag afdrinken. U heeft vorig jaar de prijs omhoog gedaan, dus daarom doet u het nu weer een beetje naar beneden, zegt de meneer van ZZ. Nou, kijk, de waarheid is dat we vorig jaar ruim onder het gemiddelde zaten, of ruim onder het gemiddelde, 1,25 euro onder het gemiddelde. En dit jaar zaten we een kwartje boven of 2 kwartjes boven. Ja. Dus gemiddeld genomen zitten wij ongeveer op het midden altijd. Juist. Een verlaging van premie en eigen risico. Van de premie gaat van? De premie gaat bij ons van 108 euro naar 107,50 euro per maand. Ja. En het eigen risico, dat eigenlijk een vast bedrag is, daar haalt u toch iets van af? Ja, men was van plan het eigen risico te verhogen van 385 naar 400. En toen had ik mij al voorgenomen om het eigen risico op 385 te handhaven. Gewoon als signaal. Ja. Niet als politiek signaal, maar als signaal ook naar al onze verzekerden om te laten zien waar wij voor staan. We hebben nu een zorgverzekeringswet. Iedereen heeft een vrije keuze van zorgverlener, maar ook van zorgverzekeraar. En dan vind ik dat je als zorgverzekeraar ook moet laten zien wat in je DNA zit. Nou, dat is bij ons solidariteit. En wij vinden dat het eigen risico inmiddels zo hoog is opgelopen dat het ver voorbij de grens is waarbij dat nog een remmende werking op het onnodige gebruik van zorg heeft. Dat is in wezen de reden waarom men een eigen risico wilde invoeren. Ja. Remmende werking op onnodige zorg. Als het daar ver voorbij is, dan vinden wij het niet langer logisch dat chronisch zieke mensen aldoor maar meer betalen aan zorg, terwijl er eigenlijk geen andere optie voor is. Want het zijn natuurlijk met name chronisch zieke mensen die in januari eigenlijk meteen al hun eigen risico hebben opgemaakt voor het hele jaar. Omdat die medicijnen. Nou, kunnen ze dat dikwijls gespreid betalen bij de meeste verzekeraars. Maar je bent in principe 800 euro, als je als echtbaar bent, ben je dan in januari al kwijt. Dat zijn forse bedragen en dat leidt
En dat komen wij iedere dag tegen, en ja, andere zorgverzekeraars ongetwijfeld ook. Dat leidt ook tot veel zorgmeiden. Ja. En dat zorgmeiden is daarom ook zo pijnlijk, omdat die mensen wel verplicht zijn premie te betalen, ja, maar niets consumeren. Juist. Omdat het laatste stukje niet betaald kan worden. Nou, dus daar moet je wel zeer zorgvuldig mee omgaan. Duidelijk. Hoe kan het nou dat u zegt, die zorgkosten die zijn eigenlijk minder hoog dan waar het kabinet ook van uitging? Er zit 1,1 miljard euro verschil in. Ja, dat klopt. Kijk, het kabinet dat maakt, geholpen door het CPB, de miljoenennota. Nou, die hebben de miljoenennota voor 2017 gemaakt. En nu wij allerlei declaraties binnenkrijgen over 2017... blijkt ons dat die kosten te hoog geraamd zijn. De miljoenennota van 2018, ja, die wordt gebaseerd op die van 2017. Dus als de kosten in 2017 te hoog zijn en je rekent dat door naar 2018, dan zijn de kosten in 2018 ook te hoog. Ja. En dat is de reden waarom de premie ongeveer gelijk blijft of zelfs iets omlaag kan. Maar betekent dat dat u dan in 2017 en uw collega's eigenlijk veel meer winst maken dan u dacht? Klopt. Dat dus, klopt. Juist. Dus er zit, dat is ook de verwarring die er is, dat ik in augustus heb gezegd, er is een tegenvaller van 400 miljoen. Nou, die is er ook geweest. Ja. En als die er niet geweest was, want die hebben we pas in 2017 gezien, dus die verlaagt de winst over 2017. Als die tegenvaller er niet geweest was, had onze premie niet met 6 euro gedaald, maar met 36 euro gedaald. Maar het geldt niet alleen voor u, maar voor eigenlijk alle zorgverzekeraars hebben dan meer winst gemaakt dan dat ze eigenlijk hadden gedacht. Ja, dat zal zeker het geval zijn. En daarom is eigenlijk de opmerking die de minister en minister van alle kleuren gemaakt hebben in de toekomst. Ze zeggen, ja, DSW maakt de premie bekend. Wij zijn altijd de eerste. En dan wacht de rest 6 tot 7 weken, zolang als het kan. En dan zeggen ze, ja, we weten het van DSW, maar we weten het nog niet van de grote. Nee. Nou, 12 jaar lang hebben ze ons gevolgd. Ja. Dus wat zullen ze 13 jaar doen? En u zou kunnen denken, ja, ze hebben een vrije optie om de premie wel te verhogen als DSW het niet doet. Dat zou alleen kunnen als wij een rekenfout gemaakt hebben. Want als wij geen rekenfout gemaakt hebben en zij verhogen de premie, dan lopen daarmee hun reserves op. Ja. En als die reserves oplopen, die kan iedereen zien, dan krijg je vanzelf de maatschappelijke druk dat verzekeraars te veel reserves hebben die volstrekt onnodig zijn, ja, en waar ze niks mee kunnen doen. Is het zo dat u op uw reserves aanspreekt voor volgend jaar? Ja, dus laat ik zeggen, 3 jaar geleden, en dat is het verschil met 2017 in de tijd geweest, gaven wij uit onze reserves 145 euro terug. Vorig jaar 94, dit jaar 58. En wij doen dat geleidelijk. Dus minister Schippers heeft vorig jaar in de miljoenennota bedacht dat verzekeraars met elkaar 2 miljard uit hun reserves zouden teruggeven. Daarvan hebben we gezegd, althans wij ook, dat doen we niet. Er is uiteindelijk 1,2 miljard toen teruggegeven. En daar ligt het verschil dat over 2017 de premies wat hoger zijn dan het ministerie had geraamd. Juist. Over 2018 verwacht het ministerie niet die 2 miljard meer, maar nog maar 500 miljoen. Als iedereen hetzelfde zou doen als wij doen, dat komt ook door de iets betere winst over 2017, dan zou er 800 miljoen worden teruggegeven. Ja. Dus daar steek ik op in. Dat kan per verzekeraar natuurlijk iets verschillen. Dit dat één wat meer of wat minder doet. Ik neem aan dat de telefoon rood gloeiend staat van mensen die allemaal naar u toe willen en overstappen, of niet? Dat weet ik niet, want u moet tot 12 november wachten. Dan zijn de premie van de andere zorgverzekeraars bekend. Ja. En ik ga u vertellen dat er zorgverzekeraars zijn die meer dan ons omlaag gaan, en ook zorgverzekeraars die minder dan ons omlaag gaan. Meestal zitten we ergens in het midden. Maar ze gaan dus allemaal dat is al 12 jaar lang. Dus ik denk dat 13 jaar dat ook wel zal zijn. U voorspelt dat ze allemaal omlaag gaan? Nou, dat ze vrij dicht in de range zitten waar wij ook zitten. Geeft dat ook iets anders aan, namelijk dat de zorgkosten in zijn algemeenheid omlaag gaan? Nee, de zorgkosten gaan uiteindelijk die stijgen. Dus en als loon en inflatie verder gaan stijgen, dan blijven zorgkosten ook stijgen. Als u meer gaat verdienen of als de politie meer gaat verdienen, dan gaat de verpleegster ook meer verdienen. Ja. Dus op termijn moet u er gewoon rekening mee houden dat de inflatie de zorg duurder maakt.
Juist. Dus in die zin moeten we er nu van genieten, maar we moeten ons niet rijk rekenen. Maar ik wil er nog wel de opmerking mee maken dat je toch vandaag de dag ook bij zorginstellingen steeds meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet bij ziekenhuizen om kosten in de hand te houden. Dus dat het niet alleen maar is goede zorg leveren, efficiënt en effectieve zorg lenen. Ik moet echt ook grote instellingen het compliment maken dat zij zich wel degelijk verantwoordelijk voelen voor de maatschappelijke doelstelling om alles binnen de perken te houden. Ja. Het is toch wel grappig als je dan, u noemde het net politiek cabaret, dat is het eigenlijk wel. Als je dan ziet dat ze in die zin toch vrij bezijden de werkelijkheid aan het opereren zijn. Volstrekt bezijden de werkelijkheid. Ze hadden allemaal kunnen weten dat wij, dat wisten ze ook, dat wij de vierde dinsdag van september de premie bekend maakten. Ja. En nou hebben ze het eerst over die 15 euro. Dus nogmaals, die 10 euro van ons is ook echt symbolisch om aan te geven waar we staan. We kunnen het niet met 100 euro verlagen, want dan moeten we de premie zodanig verhogen dat de telefoon ineens helemaal niet meer roodgloeiend staat. Mm-hmm. Dus dat kunnen we niet doen, maar we kunnen wel het statement maken en we hopen ook dat andere zorgverleners, maar ook andere zorgverzekeraars, zich wellicht aangesproken voelen om nou eens een keer zelf te zeggen waar ze voor staan en zich niet achter een branche te verschuilen, maar gewoon zeggen, nou, ik heb begrepen dat de ene zegt, nou, wij gaan het eigen risico niet verlagen, maar je kunt wel zeggen, ik ben het ermee eens dat het gebeurt. We wachten het af. Dank voor nu in ieder geval. Dit weekend begint op SBS6 het zesdelig programma Cold Cases Daden Gezocht. Dus een soort opsporing verzocht eigenlijk. Maar dan voor oude, onopgeloste misdrijven. Sandra Schuurhof maakt dit programma samen met politieman Bernard Jens. Ja, Sandra, het gaat om zaken die 10 jaar geleden of misschien nog wel langer hebben gespeeld. 10, 20, 26 jaar oud zijn. Waar selecteer je op? Nou, eigenlijk heeft de politie dat gedaan in samenspraak met het Openbaar Ministerie. En dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk wel zaken wilt hebben. Er zijn 1500 cold case zaken. Het moeten wel zaken zijn waar nog nieuwe leads zijn en waar je nog iets mee kunt. Ja. Want anders kun je er ook geen tv-programma van maken. En je wilt natuurlijk ook echt de mogelijkheid hebben dat de dader wordt gepakt. Ja. Je doet dat met de politie en de politie zit ook naast je, Bernard Jens. Bernard, is er een soort ABC van cold cases? Nee, er is niet echt een ABC. Er zijn wel 3 T's die we zeg maar hanteren. En dat is de eerste T van tijd. Ja. De tijd helpt ons. Hè. Naarmate de tijd verstrijkt, veranderen zeg maar onderlinge verstandhoudingen van mensen. Dus dan, we kunnen nu vrienden zijn, maar over 10 jaar kan je wel ontzettend een akelige vent vinden. Dat zou eventueel voor jou een aanleiding zijn om iets tegen de politie te zeggen. Mm-hmm. Dus dat is een factor die voor ons belangrijk is. Maar ik vergeet ook heel veel in 10 jaar. Ja, dat zou je denken. Maar je zou versteld staan hoeveel mensen toch nog weten, als je ze meeneemt terug in de tijd, en dat is eigenlijk een beetje wat we doen, hè. We laten van begin toch weer zien hoe dat allemaal gelopen is. Dan zou je toch versteld staan hoe vaak toch mensen nog dingen herinneren die voor ons van belang kunnen zijn. Ja, Sandra zei net van jullie hebben eigenlijk vast in overleg een soort keuze gemaakt van dit is nou een typisch voorbeeld. Waar moet een onderwerp, een zaak, een case, waar moet dat aan voldoen? Nou ja, we hebben zeg maar de zaken die geselecteerd zijn, zijn ook echt zaken waar men mee bezig is. Hè? Dus sommige zaken die zijn geselecteerd omdat we wisten dat het programma eraan kwam. Ja. Maar het merendeel van de zaken, daar werken die teams gewoon op dit moment aan. Je ziet ook, die teams worden ook gevolgd tijdens het onderzoek nu waar ze mee bezig zijn. Laten we naar een van die zaken toe gaan om het misschien even iets meer inzichtelijk te maken. Het is natuurlijk toch altijd pijnlijk, omdat er natuurlijk nog allerlei mensen zijn die direct betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij Cassandra van Schaik uit Almere. Het is een zaak van 10 jaar geleden, hè, uit 2007. Een team neemt die zaak nu opnieuw onder de loep. Een klein stukje. Na 10 jaar kijkt Volkert van Dekken vandaag opnieuw naar de zaak van Cassandra. Hij heeft een kamer ingericht met alle foto's van het politieonderzoek van destijds. De foto's hangen op chronologische volgorde en moeten een beter beeld geven van wat er met haar gebeurd zou kunnen zijn. We hopen eigenlijk op sporen die we nog niet eerder hebben gezien. Op sporen van geweld, eventueel DNA-sporen. Niet iedereen weet alle ins en outs van het dossier. Door met elkaar te sparren, hopen ze het ware verhaal boven tafel te krijgen. Cassandra die lag op haar buik in het water. Zat haar rugtas had ze nog om. Deze stond open. Er staat alleen nog een flesje parfum in. Tot op heden weet de recherche niet in welke hoek ze het moeten zoeken. Is Cassandra beroofd? Is het een ander misdrijf? Of zelfs een noodlottig ongeval? Hoe betrek je Sandra de kijker er dan bij? Nou, bijvoorbeeld, je krijgt beeld te zien van 2 mannen die haar nog hebben gesproken op het busstation. Ze is uit geweest, toen is ze nog bij een busstation geweest. Daar hebben ze haar eigenlijk voor het laatst gezien. En die mannen zijn waarschijnlijk de laatste mensen die haar hebben gezien. Ja.
Die mannen, die zie je ook met verschillende mensen aanspreken, haar aanspreken op de bewakingsbeelden. En een van die mannen heeft een heel raar loopje. Zo even kijken, want ja. We hebben beeld van dat en dat maakt het misschien nog iets inzichtelijker meteen. Die getuige is voor ons een kroongetuige. Belangrijke getuige, omdat dat degene is die Cassandra echt voor het laatst heeft gezien. Als je haar verhaal vervolgens doorloopt, dan zegt zij dat op het moment dat zij op het busstation komt, wordt zij al aangesproken door twee Hindoestaanse mannen. Die bieden haar een lift aan. Nou, ze vindt het vreemd lui, zij slaat die af. Dit is een persoon die toch wel een beetje een opvallend loopje heeft. En die loopt dus nu ook richting de bushokjes waar vermoedelijk op dat moment Cassandra en onze kroongetuigen al zitten. Ja, we hebben het hier over een meisje van 17. Dat komt niet thuis nadat ze is uitgegaan. Ja. Deze mannen hebben haar vermoedelijk voor het laatst dus gezien. Wellicht een lift aangeboden, wellicht ja. Is ze meegegaan. Ja. Ik neem aan voor jou, Bernard, aantrekkelijk dat die man een soort huppelend loopje heeft. Want dat is een kenmerk wat je misschien nog steeds hebt dan. Zeker. En wij, ja, wij kunnen ons ook eigenlijk niet voorstellen dat niemand deze mannen weet wie deze mannen zijn. Hindoestaanse mannen die ook uit geweest zijn waarschijnlijk. Eén met zo'n loopje. Ja, weet je, er moeten gewoon mensen zijn die dat weten. Ja. En daar gokken we en daar hopen we natuurlijk ook op. Ja. En dan? Want laten we nou eens aannemen dat er... vanavond was ook opsporing verzocht. Ja. Een programma waar de politie natuurlijk ook stevig aan meewerkt. Dan komen er straks tientallen mensen die allerlei namen noemen. Ja. Dan gaan jullie dat allemaal uitzoeken. Dat is voor ons, ja zeker. Ja, die gaan we zeker serieus nemen. Die worden stuk voor stuk uitgezocht. Dat is één. Ik zei net die drie T's. Eén van die T's is de terrier. Hè? Dus die mensen die aan deze zaken werken, die bijten zich hierin vast. Dus iedere tip wordt tot minutieus uitgezocht. Ja. Superbelangrijk. Ik vond nog wel één fragment wil ik toch nog even laten zien. Dat gaat eigenlijk over een dubbele moordzaak. Maar wat mij betreft gaat het daar even niet over voor het fragment. Maar meer wie jullie allemaal er nog meer bij betrekken. Om zo'n cold case weer een beetje tot leven te brengen. Hester is gedragspsychologe. Ze weet niets van de zaak en is vandaag fris begonnen met het uitpluizen van het dossier. Nou, wat bijzonder is aan deze zaak is dat er twee slachtoffers zijn. Dat er verschillende type wapens gebruikt zijn. Dat het geweld vrij excessief is, dus veel meer dan nodig om de slachtoffers om te brengen. Mogelijk is hij bijvoorbeeld gelijk in de keuken overmeesterd al. En dat er daar is begonnen met schieten. Ondanks dat Bertus en Patricia door schotwonden zijn uitgeschakeld en geen enkele kans meer maakten, heeft de dader ze alsnog met een mes bewerkt. Het is wel heel raar hoor. Het is echt, als je die volgorde aanneemt, is het heel raar. Ja. Ja, sowieso. En dat is bij Patricia nog duidelijker. Onzin eigenlijk. Overbodig. Ja, compleet overbodig. Wat zou het kunnen betekenen dat Patricia niet alleen is neergeschoten, maar dat ook haar polsen zijn doorgesneden? Denk mee met het Cold Case Team en bel 0800 6070. Ja, dat laatste, hè? Want kijk, nou zeg je, wat zou het kunnen betekenen dat ze niet alleen is doodgeschoten, maar dat ook de polsen zijn doorgesneden? Denk mee. Dan denk ik, ja. Ja, denk mee. Dus help meedenken aan bijvoorbeeld scenario's die hieronder kunnen liggen. Kijk, in het verleden heeft men gedacht dat het wellicht iets drugsgerelateerd zou zijn in dit onderzoek. Maar gaandeweg komen er toch andere scenario's naar boven. Hè? Nu is het relatie gerelateerd. Hè? Dat het een jaloerse ex is geweest bijvoorbeeld. Dat is toen niet echt heel erg diepgaand onderzocht. En er wordt nu wel opnieuw naar gekeken. En er is natuurlijk ook hoop dat de mensen zijn in de omgeving die denken van ja, daar hadden ze ruzie mee, of die hebben we toen en toen gezien. En heel veel mensen, 800 mensen in Nederland, die zitten letterlijk op een gouden tip. Die weten dat iemand heeft vermoord. Ja. En we hopen ook dat uiteindelijk door de tijd dat ze naar voren willen komen. Ja. Nu is het een televisieprogramma. Dit gaat over, je kunt het klinisch beschouwen. Hè? Ik bedoel, dit is een puzzel die je toch wil oplossen. Zeker. Maar er zit natuurlijk nog steeds ontzettend veel leed bij al die mensen. Maken deze mensen ook deel uit van het programma? Absoluut. Die zijn een heel belangrijk onderdeel van het programma. Het is ook eigenlijk voorwaarde geweest dat de mensen, de getuigen, de familieleden er ook mee instemden dat ze deze zaak weer opnieuw werd behandeld. En we spreken hen ook uitgebreid. Bijvoorbeeld in dit geval spreken we met de familie van de dubbele moord van Patricia, de moeder. En ook de familie van Bertus. Ja, en de familie van Cassandra. Dus die hebben een hele grote rol in dit geheel. En dat maakt het ook gewoon dat het een menselijk verhaal wordt. Het is niet te verteren, denk ik, Bernard. Nee. Hè, voor mensen als een criminele daad niet wordt opgelost. Nee, het is niet te verteren voor die mensen. Wij spreken heel veel van die mensen. Het is ongelooflijk wat dat voor indruk bij ze achterlaat. En ja, die hebben gewoon dagelijks dat ze willen weten, wat is er met mijn dierbare gebeurd? Ja. Los van het feit dat er dus ergens iemand nog rondloopt die iets vreselijks op zijn geweten heeft en daar niet voor gestraft is. Ja, nou,
als je over dit soort dingen praat en dat ja, in zo'n programma als dit gebeurt, dat af en toe wel is, dan wordt er ook wel gesproken over, over de ontwikkeling bijvoorbeeld in DNA. Ja. Hebben jullie daar nu wat aan? Zeker. Als je heel ziet die erg. Tijd hoe dat veranderd is. Hè. We hebben jaren geleden had je, ik zeg maar even heel gechargeerd, maar een plasbloed nodig. En nu heb je een hoeveelheid nodig die je niet eens met het blote oog kunt zien. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen, die magazijnen bij ons liggen vol met sporen nog van onderzoeken uit die tijd. Daar konden ze toen de tijd niks mee of heel weinig mee. Ja, die sporen worden nu nog eens een keer opnieuw bekeken door het NIV met al die nieuwe technieken. Ja, we hebben echt hele goede hoop dat er goede informatie aan de buiten komt. Want in 1991 kon je bijvoorbeeld uit het bloed wat werd gevonden alleen maar afleiden welke bloedgroep iemand dat heeft gehad. Maar nu kun je echt de huidskleur, de seks, de kleur ogen, zoveel meer details zijn er. Dus daar kun je echt heel veel mee. Ja, en er zijn ook in de wereld inmiddels enorme databases waar bijvoorbeeld heel veel informatie zit voor verwondingen. Hè. Die worden allemaal bevraagd met welk wapen zou welke verwonding zijn toegebracht. Die worden allemaal geraadpleegd. Er zit best wel veel achter, hoor. Ja. Nu is het zo dat in het programma Opsporing Verzocht, daar wordt het publiek ook gevraagd van weet u dit, heeft u dit gezien, heeft u die man gezien, heeft u tips hier of daarover? En daar komt Opsporing Verzocht dan ook later weer op terug. Ja. Doen jullie dat ook? Ja, dat doen we ook. Dat doen we in Hart van Nederland. We blijven de zaken volgen. En hopelijk gaan we de volgend jaar weer teams volgen. En we blijven natuurlijk steeds follow-ups maken. Juist. Nou ja, en als we er een oplossen, dan wil ik nog een keer terugkomen dat te vertellen, joh. Ja, nou, ja, neem me mee. Ja. Ja. Doen we dat. Zondag begint het. Zondag 1 oktober. 9:30 is dat. Zesdelige serie van SBS Cold Cases. Dader gezocht. Dank jullie wel. Gefeliciteerd, mannen. Is dat de prijs? De inkspotprijs voor de beste politieke spotprint? Ja. Het is een inktpotje met een duiveltje erop. Juist. Jean-Marc van Tol en Bastiaan Gelijns, jullie zitten hier. Jullie vormen met z'n twee derde van Fokke en Sukke. Oh ja. Is het niet? Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik schrok even. Nee, de derde is de rijder, de rechter, maar die komt altijd op tv, dus die is heel schuw. Ja, hij heeft zitting morgen. Juist. Hij moet weer... Hij heeft zijn hoofd ergens anders voor nodig. Hij komt pas als er minstens 1,5 miljoen mensen kijken. Nou ja, goed. Het is een kwestie van de herhalingen bij elkaar optellen. En dan komen we er heel uit, denk ik. Dat kunnen we regelen. Ja. Jongens, hoe leuk is het? Ja, leuk. Ja. Die inkspotprijs die hadden we echt niet verwacht. Want we doen al een jaar of 20 worden onder de cartoonisten van Nederland wordt dan de inkspotprijs verdeeld. Ja. Want dat is het in feite, weet je, op een gegeven moment kom je wel aan de beurt als je niet doodgaat. En En ik vond het altijd een beetje flauw, want ik vind namelijk dat je helemaal geen wedstrijdjes moet doen met cartoons, weet je, die cartoons zijn om naar te kijken en van te genieten, maar niet om... Maar toch doe je mee met die wedstrijd. Nee, voor het eerst, of tweede keer deed ik mee. Deden we mee. Het kwam eigenlijk door een foutje. Ik was op vakantie, ik was niet aanwezig. En toen waren wij vergeten om wat in te zenden. En toen uiteindelijk... Ja, toen werd ik gemaild en toen heb ik 5 cartoons uitgekozen. En toen deden we wel mee. Ja. En heb je bij die cartoons, heb je gewoon de eerste 5 die bovenop het stapeltje lagen uitgekozen? Of heb je toch nog... Ik ben echt even goed gaan bladeren. Daar heb ik denk ik wel een uurtje over gedaan of zo. Nou, laten we dat dan in een wat kortere tijd nu even doornemen. Ja. Er zijn er 4 van die 5 cartoons die jullie hebben ingezonden, zijn in een top 100 gekomen. Ja. Laten we eerst even kijken welke er gewonnen heeft. Dat is deze. Fokke en Sukke zijn er even lekker uit. Aanslagen op de gebruikelijke plaatsen. Wij melden u aanslagen met meer dan 20 slachtoffers. Ja, wanneer was dit? Dit was al in augustus 2016. Ja. En dat realiseerde ik me ook vandaag. Dat dus niet eens echt uitmaakt. Omdat we dus in een tijd zitten waar je dit... Nou ja, binnenkort op de radio verwacht. Ja, niet echt natuurlijk, maar ergens heb je wel dat gevoel ook. Dit is niet echt een... naar aanleiding van een actualiteit op dat moment. Maar meer van een algemeen gevoel wat we toen bespeurden bij mensen... waarvan we dachten van dit herken je wel. Een maandje na Nice ongeveer. Ja. En dat algemene gevoel is toch dat het leven, hoe afschuwelijk zo'n aanslag ook is... toch eigenlijk gewoon weer doorgaat. Waardoor je de eerste aanslag, althans laat ik toch een beetje namens het nieuws praten en ook namens mezelf wel. De eerste aanslag is verschrikkelijk. De 10e aanslag is ook erg, maar toch al iets minder erg dan die eerste. Maar ze kijken er niet vrolijk bij. Nee, het geeft toch iedere keer weer een ongemakkelijk gevoel. Zoals op dit moment ook, weet je wel, er is zo ontzettend veel... oorlogsdreigingen, de hele tijd oorlogstaal. Dat is dus niet per se nu
een item dat iets... Weet je, er is nu niet een bom ergens... Nou ja, het zou best kunnen ondertussen, dat weet ik niet. Ja, ik maar, heb de telefoon uitgezet. Ja, ik ook, dus ik weet het niet. Ja. Maar, er is niet, maar toch weet je dat het dreigt. En iedereen voelt dat. En wij maken een cartoon in NRC waarin we toch heel vaak... waarin het op dit soort gevoelens drijft. Ja. En die verwoorden wij, daar maken we beelden bij, cartoon, grappen bij. En bij die allereerste aanslag, wat voor ons dan... Toen stond er pas een jaar of twee in de NRC, was 11 september. Ja. Dat hebben toen Fokke en Sukke getekend dat ze, weet je wel, stil naar de televisie zaten te kijken. En toen kregen we heel veel mailtjes van mensen die zeiden van... Ja, dit verwoordt precies wat wij ook dachten. En de volgende dag hadden we gedaan... Ja, dat Nederland niet meeging naar het WK. En dat is precies hetzelfde plaatje. En dat is ook precies hetzelfde nare gevoel dat mensen ook hadden op dat moment. Ja, dat is echt precies zo'n tijd als nu. Hetzelfde tijd als nu. Het citaat van even een klein citaat uit het juryrapport. Constante kwaliteit en constante inspiratie. Goed zijn is leuk, goed blijven is kunst. Dat is op zich mooi gezegd. Dat is heel leuk om te horen. Hoe werkt het? Ik weet dat je het 100 keer hebt verteld, maar toch even, hoe werkt het? Kijk, Jean-Marc is de tekenaar, dat is duidelijk. Maar hoe gaat het dan verder? We zitten iedere ochtend aan de telefoon. Met z'n drieën? Met z'n drieën. En dan beginnen we te praten over het nieuws. En dan beginnen we niet van, heb jij nog een grap of heb jij nog een grap? Maar we zitten eigenlijk gewoon een beetje te praten. We praten en dan weet je, de ene keer hoor je iemand schelden op iemand die bij hem in zijn treincoupé ook zit te praten. En dat dan heel vervelend is of zo. Want het is, we zijn onderweg dan. John is dan op weg naar de rechtbank. Ja. En gaandeweg merkte ik de afgelopen 25 jaar dat we dat doen... merk ik dat het ook een manier is van ons om ook met het nieuws om te gaan. Dus dat wij het eigenlijk gewoon heel erg prettig vinden... om eventjes een uur 's ochtends met elkaar te praten. En is het niet zo dat er ook momenten zijn dat jij zegt... jongens, ik heb hem eigenlijk al. Fijn dat jullie nog even bellen, maar ik dacht, dit moet hem zijn. Nou, nee, eigenlijk niet. Heel soms komt er iemand met een kant-en-klaar grap... Ja. Binnen. Ja. En soms is die heel leuk. En soms zeggen we ja, maar wat is er verder nog? Juist. Wat er verder nog is, we hebben nog een paar van de inzendingen. Ja. Zijn jullie fan trouwens van Fokker Sukke? Ja. En zou je er één kunnen noemen? Dat is moeilijk, hè? Dat helpt. Oh, dat vind ik een hele goede. Van die vijf die jij hebt uitgezocht in een uurtje... hebben we er vier in de top 100. 100 Daarvan hebben we er net één gezien. Die heeft gewonnen. We kijken naar een volgende. Wat zien we hier? Fokker Sukke run een verpleeghuis. Geen nieuwe luiers tot we weten wie bij de inspectie heeft geklikt. Er was een soortgelijke cartoon, ook bij de ook waar een iemand in de verpleeghuiszorg onder een kleedje wordt aangetroffen. Was dat Joep Bertrand? Ja, Joep Bertrand had een soortgelijke cartoon, maar dan veel grafischer. Want dat is natuurlijk wel van onze cartoons. Het is niet heel erg... Weet je ziet geen karikatuur of zo van Rutte. En dat is bij Joep wel. Dus Joep zit dan... Is het Rutte die gecaricatureerd wordt? En dit gaat over de zorg en dat soort dingen. Maar, En natuurlijk over de drijfveren van... hoe zakelijk het is om een verpleeghuis te runnen. Ja. En dat je daar dan, nou ja, als je dat lekker overdrijft, dan kom je hieruit. Nog één. Volgens ook, ja. Werk in het Pentagon. Trump heeft alle lanceercodes veranderd in welkom 1, 2, 3. Ja. Volgens mij had hij toen net... We hebben toen heel lang over de voetbal gepraat. Dat koffertje wat die soldaat draagt, waar de lanceerdinges in zitten. En Trump had net op het terras van zijn resort... ik ben even vergeten, Mar-a-Lago. Had hij luidkeels een of andere internationale crisis zitten bespreken met zijn adviseur. Ja. En toen, toen kwam dit. We hebben er nog één. Dan hebben we die top van jullie even, die jullie zelf hebben uitgekozen als de top 5. Dit vind ik eigenlijk de leukste. Ja. Fokker Sukke zit zelf al een hele leven op hockey. Het grootste gevaar van zo'n kunstgrasveld blijft dat je dochter er bij een hockeyfeest zwanger wordt. En dat is misschien ook wel leuk. Dit vind ik dan het leukste. En dit is natuurlijk helemaal niet een mening of zo. Dit is een soort... Ja. En hoe ontstaat nou bijvoorbeeld deze? Je belt elkaar. Er is vermoedelijk dat gedoe over kunstgas en dat allemaal van korreltjes al dagen en weken ook. Dat ging heel lang. Het was het gevaar van kunstgas en korreltjes. En dan denkt iemand aan zijn eigen jeugd. En dan. Wel, ik de enige ben geweest die op hockey heeft gezeten, geloof ik. Ja, ik heb wel korte tijd. Goed, dan moet het van jou afkomstig zijn geweest, deze denk ik. Nou, dat is ook zo gek. Volgens mij is hij van John. Dat weten we eigenlijk nooit. Altijd achteraf denken we, maar die was toch van mij? En dan blijkt opeens toch dat hij van Bastiaan was of van John. Want weet je, het gebeurt in zo'n ontzettende synergie... dat het, we eigenlijk alle drie dezelfde soort... We kennen elkaar al zo lang. Ja. En we blijven nog even doorgaan, hè, denk ik.
Ja, dat ja, leuk. Ja, dat, ja. Ja, wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, het, gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. Goed, straks. Tania Cross heeft een eigentijdse versie gemaakt van haar lievelingsopera Carmen en oud-tennisser John van Lottem over het legendarische Wimbledon-duel tussen Björn Borg en John McEnroe dat nu verfilmd is. De bal is op de lijn! Understand what the fuck it takes to play tennis. Shut up! But people are... You know, I go out there and I give everything for this game? Everything. Everything in me gets left out on that fucking court. And none of you understand it because none of you do it. Maar eerst nog wat beeld dat ons opviel vandaag. De gemeente Haarlem wil een fietsbrug dwars door een park aanleggen, maar de buurt is fel tegen. Een woordvoerder moet het standpunt van de buurt duidelijk maken, maar of hij nou de juiste is? Haarlem wil de fietsers weg hebben achter het station en ze een comfortabeler en veiliger route naar het centrum bieden. Dat gaat ten koste van de hondenuitlaatplek en de kinderspeelplaats. De buurt wordt er cynisch van. Wat ze helaas vergeten is dat op deze plek kinderen van 's ochtends 8 tot 's avonds 10 spelen. En met dat nieuwe fietspad, dan zal er best eens een keer een kindje voor zo'n sneuvelen voor een fiets. Dat kost een keer een botbreukje, dat kost een keer een wond. Maar als ze 40 zijn, 50 zijn, zijn die wonden geheeld. Maar wat niet zal helen, is dat je ze op jonge leeftijd al een mooie speel- en sportplek ontneemt. Juist. Bernhard, bied je hem een baan aan bij de politie? Nee, zeker woordvoerder? Niet. Nee, wel een cursus. Ja, een cursus. Tijdens de Spaanse misverkiezingen moeten de vrouwen langs het zwembad lopen. U begrijpt hoe dat afloopt. Juist. Ja. De 13-jarige Lily Rice heeft als eerste Europeaan ooit een salto achterover in een rolstoel gedaan, maar het ging niet meteen goed. Japanse reclames verbazen vaak, maar deze commercial om kinderen enthousiast te maken voor melk slaat alles. Shiboritate no gyūnyū wo dekiru kagiri hayaku. <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> Wie heeft hier jonge kinderen eigenlijk? Heb jij kinderen? Ja, drie. Ja? Drinken die melk? Of moeten ze nog overtuigd worden door deze reclame? Nee, ik vind het heel eng. Nee. Ja, pa. Ja, ik drink geen melk. Ik vind mij wel, hoor. Echt veel. Ja, maar die is 21. Dus... Nou, dan vind je het weer leuk. Ja. Vlak voor een dartwedstrijd mag een fan het publiek opwarmen. En dat doet hij al headbangend. Max, hör auf, wenn's weh tut. Hör auf, wenn's weh tut. Du musst nicht. Nur was du willst, musst du hier machen. Oh, die Gott, ja. Juist. IJs versus vuur, zo werd de tennisfinale op Wimbledon van toptennissers Björn Borg en John McEnroe in 1980 omschreven. Het duel tussen de twee tegenpolen werd iconisch, en zo iconisch zelfs, dat er nu een speelfilm over is gemaakt. It's the perfect rivalry. The baseline player and the net rusher. Tennis är nog inte en idrott, oavsett hur alla skikt i samhället. Mr. Borg, how does it feel knowing you could make history if you win your fifth Wimbledon? The only thing standing between Borg and that record is you. You and Borg are as different as two people could possibly be. I'm here for tennis. The best. Best is fine. Maintenant, la planète entière attend que ces deux géants fassent leur entrée. Comme deux gladiateurs. Wat zei John? Ja, hij lijkt ook echt op. Ja, hè? Ja. Ja. Jij bent voormalig proftennisser. Deze wedstrijd, hè, tussen die twee. Hoe vaak heb jij die gezien, denk je? Deze tiebreak moet ik eigenlijk... De hele wedstrijd niet, maar de tiebreak is zo legendarisch dat ik hem... Je komt hem altijd tegen als tennisser. En denk je dat elke proftennisser deze tiebreak wel gezien heeft. Ja.
Want we moeten even het beeld eromheen schetsen. We hebben de betrekkelijk jonge John McEnroe. Net van Jimmy Connors gewonnen, geloof ik, hè? In de halve finale. Ja, hij had zich misdragen in de halve finale. En werd al... kwam de baan op en boegeroep door het Britse nette publiek. Ja. Dus hij had daar echt het publiek tegen zich. En dan heb je de geserreerde, koele, ijskoude volgens sommigen... supermooie volgens vooral de dames in die tijd, Björn Borg. Ja. Die had toen al, hoe vaak Wimbledon gewonnen? 4 keer geloof ik. 4 keer, want hij won zijn 5e deze wedstrijd. Ja. Ja, ja. Dus je zou zeggen, dit is een wedstrijd die voor Björn Borg eigenlijk een thuiswedstrijd is. Dat dacht hij ook, ja, tot die tiebreak. En eigenlijk op het moment dat hij die tiebreak verloor in die 4e set... dat heeft hij daarna ook in interviews gezegd. Toen liep hij naar zijn stoel toe en toen dacht hij... voor het eerst, ik ben niet onoverwinnelijk. Dus dit is voor het eerst dat ik me onzeker voel als tennisser. Hij won uiteindelijk toch die wedstrijd. Ja. Want heel veel mensen denken dat McEnroe dan ook die wedstrijd heeft gewonnen. Maar uiteindelijk won Borg die wedstrijd. Maar dat was wel het moment dat hij dacht, ik voel me niet meer zeker als tennisser. Omschrijf die twee mannen eens even die daar tegenover elkaar staan. Nou, hier zie je de eerste, Björn Borg dan, de eerste popidool van de tennis. Die heeft echt de tennis opengebroken voor het brede publiek. En McEnroe was de man die elke regel aan zijn laars lapte. Dat was gewoon de enfant terrible, de bad boy die zijn records kapot gooide. Van wie was jij fan? Als een jonge, dan is het McEnroe. Dus degene die rebels is en anders is dan anderen. En daar kijk je graag naar. Zullen we even naar hem kijken? Gaandeweg meer voor Borg. Ja, oké. Okay. Maar we blijven nu nog heel even bij McEnroe. Bij McEnroe. No mistakes whatsoever. Second stop, please. Answer my question! The question, jerk! Ja, er gebeurde wel wat. Record. Ja. Ja. Ja, dit is later, geloof ik, hè, zelfs. Ik meen toch haar, dat het later is. Maar hij heeft zoveel beelden, dit soort beelden gaan, is bijna elk toernooi wel geweest bij hem. Maar hij ging er ook beter van spelen. En juist als het publiek zich tegen hem keerde, dan ging hij nog beter spelen. Ja. Als jonge jongen vind je dat leuk, natuurlijk. Thuis tussen jou en hem zitten wel een behoorlijk leeftijdsverschil. Ik was 4 toen die wedstrijd gespeeld werd. Ja. Dus live kan ik me niet meer herinneren. Alleen ik werd wel met mijn ouders zat ik voor de televisie. Want het enige wat je zag was Wimbledon natuurlijk op televisie vroeger. Ja, en daar werd je in meegezogen. En ik speelde in een dorp, hadden ze kunstgras. Ja. En dat was dat is dan het echte gras. En dan voelde ik me heel even McEnroe. Ja. Je hebt hem wel ontmoet ook, hè, McEnroe? Ik heb hem vaak ontmoet. Ik heb ook vaak met hem getraind en gespeeld. En elke keer als we elkaar tegenkomen en de records zijn er, dan tennissen we. Ja. Win je wel eens van hem? Ja, ik heb eigenlijk elke trainingspotje altijd wel van hem gewonnen. Ja. Ja, maar goed, het leeftijdsverschil was daar. En ik was natuurlijk al op dat moment proftennisser. Dus dat was logisch. Maar ik denk dat ik nu inmiddels wel weer van hem verlies. Ja? Ja, ja, nou ja, ik tennis bijna nooit meer. Nee. En hij staat gewoon, denk ik, nog dagelijks op de baan. En Borg? Ja, Borg nooit tegen gespeeld. Maar dat was wel echt iemand, en dat zag je ook als hij op een toernooi kwam, waar hij bijna nooit was. Dan keek iedereen hem ook echt met die ging echt naar hem staren. En dat hij was een soort van mythe. Wat Maradona en wat Cruijff heeft. Wat Van Basten ook een beetje heeft. Ja. Als je hem ziet, dan kan je even, even naar hem kijken. En dat heeft Björn Borg ook. Maar zijn ze ook betrokken geweest bij deze film? Ja, Borg heeft bijvoorbeeld de jonge Borg wordt ook nog gespeeld door een jonge Borg. Echt waar? Ja. Kijk hier, dit is een klein Borgje. Oh ja? Die ook overigens talent heeft. Niet het talent van zijn vader, maar die wil wel proftennisser worden. Dat is eigenlijk ook wel weer toch een beetje sneu. Als je dan weer net niet het talent van je vader hebt en dan wel tennisser wil worden. Ja, weet je, hoe moeilijk is het om de zoon van Cruijff te zijn of de zoon van Borg? Ja.
Ja. Hij is nog jong, hij kan nog alle kanten op. Ja, hij kan nog alle kanten op. Ja. Laten we even kijken. We gaan even naar die belangrijke tiebreak. Waar toch eigenlijk, dat eigenlijk een beetje toch, hè, die hele film gaat daar natuurlijk naartoe. Begint eerst van waar die mannen vandaan komen. Die tiebreak die jij kent uit je hoofd? Niet uit mijn hoofd, maar wel de aantal matchpoints die hij heeft gehad. En welke matchpoints hij heeft weggewerkt en hoe hij ze weg heeft gewerkt. Ja. We kijken. Bjorn Borg face the volatile New Yorker John McEnroe. Championship point number 4. Oh, I don't believe it. And championship point number 6. Seven championship points. Borg, he now has two more. That's it! The final was an amazing spectacle, which concluded with Bjorn Borg underlining his greatness by securing his fifth consecutive Wimbledon crown, to leave John McEnroe in the depths of despair. Ja, jij zei dit moment, dat was het moment dat hij... Dat hij terugliep naar die stoel. En dat, hij, dat is ook het moment wat hij nog steeds beleeft, herbeleeft. Dat gevoel wat hij toen had. En maar ook alles klopt aan die man. Zijn kleding, er worden, de hippe mensen lopen nu nog steeds in zijn jasje en zijn kleding. Ja. Dat racket van hem. Ik denk dat iedereen wel zo'n Donnay-racket thuis heeft liggen. Ja. Dus ja, dat is Bjorn Borg. Kunnen zij het een beetje met elkaar vinden eigenlijk? Ja, ja. Toen ook al? Ja, toen ook al. Het is eigenlijk een beetje wat je nu met Federer en Nadal ziet. Ze hebben elkaar nodig, ze maken elkaar beter. Ze brengen de sport ook naar een hoger niveau. Dat hebben zij in de 70, 80 jaren gedaan. En hier zien we ze nu. Oh, en het moment dat Borg stopte, toen heeft McEnroe hem ook echt opgebeld van... Alsjeblieft wil je niet stoppen, want ik wil juist die rivaliteit met jou. Dat vind ik juist het mooie aan het tennissen. Waarin je normaal gesproken zou zeggen, ja, mijn concurrent is weg en nu kan ik alles winnen. Maar ja, hij genoot ook echt van de rivaliteit. Wat bijvoorbeeld, zij hadden ontzettend veel respect voor elkaar. En dat, je had het net eigenlijk over Connors voor de uitzending. Ja, dat is haat en nijd. En hetzelfde met Lendl en McEnroe. Maar deze twee, ja, dat is echt een mooie twee tegenpolen. Ja. En ze hebben nog steeds contact. En nog steeds contact. Afgelopen weekend was er een toernooi, dat heette de Lever Cup. Ja. Hier. We beide een soort van Ryder Cup voor het golf, maar dan op tennis. En Borg was captain van Team Europa en McEnroe voor Team World. En dan stonden ze weer tegenover elkaar. En alleen dat beeld al, en het beeld dat deze grote... ze blijven daarin, en Borg heel rustig en kalm, coachend. En hij dit en alle gebaren die erbij horen. Dus hij verandert niks, hoor. Want nog steeds, als hij ook een demonstratie speelt... Nog steeds boos? Dan gaat hij nog steeds door het lint waarvan je twijfelt of het echt is. Of dat het net is. Ja, het wordt natuurlijk ook nu van hem verwacht. Ja. Ja, maar hij gaat, en zelfs daarin slaat hij nog wel eens door dat men denkt van dit kon niet eigenlijk. Nee. Ik heb gehoord dat jij ook wel eens doorgeslagen bent en dat hij dat gezien heeft toen. Ja, dat klopt. Ja, ik speelde in New York en hij deed commentaar voor de Amerikaanse televisie. En ik verloor, liet me mee slepen in een Spanjaard die mij te slim af was. En ik trapte daarin. En ik had dus verloren. Ik zat in de kleedkamer en ik was mijn lokker aan het verbouwen. Toen in één keer kwam hij naast mij zitten en ik schrok heel erg. En toen zei hij, maakt niet uit, maak het maar af, ik snap het. Maar toen durfde ik niet meer. Nee, dan is het opeens heel stom. Dan is hij klaar, dan is het ook niet meer. Nee, dat is het moment weg. Goed. Die film Borg versus McEnroe draait vanaf 12 oktober in de bioscoop. Dankjewel. Tanja. Ja, hoe vaak denk je dat jij al op het podium Carmen hebt gedaan?
Nou, ik heb het een poos geleden uitgerekend. Ja? Met al die jaren opera zingen en deze rol. Ik ben wel over 150 keer heb ik het compleet gedaan. Ja. En wat is de melodie, denk je, die als je die hoort, dat je meteen weet... oh, dat is het, Carmen. Nou, ik denk bij Carmen zijn er een stuk of 5 melodieën... waar mensen dus helemaal geen erg in hebben... dat het dan uit Carmen komt, maar dan wel echt zo populair zijn. Je komt het tegen bij schoonmaakreclames bijvoorbeeld. Ja. Rom-tom-tom, rom-tom-tom. Dan denk je, oh ja... Ja. Een van de schoonmaakreclame merk. Of bij de nieuwe autoreclames. En dan hoor je dan... Of dan denk je, ja, dat ken ik ook. Maar het is allemaal... Ja, het zit in ons DNA. Het is een gezamenlijke herinnering van muziek wat je dan voorbij komt. Maar het is allemaal Carmen. Het is 142 jaar oud. Laten we even kijken naar een paar van die momenten... waarin dat zomaar en passant misschien voorbij komt. Oké. Qui vous like, que les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. En ondanks dat is het allemaal, of misschien dankzij dat, is het nog steeds leuk om daarmee bezig te zijn. Absoluut. Want je kan ook denken, ja, dat is nou al zo. Weet je, dat heeft iedereen al gedaan. Ik doe wat anders. Maar dat heb je dan niet. Ja, maar ik doe ook wat anders. Ja, je doet er wat anders mee. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even wanneer die Carmen tot jou kwam. Waar zijn we? Hoe oud ben je? Ik ben 14 en ik ben op Curaçao. Ja. En er kwam een nieuwe bibliotheek op Curaçao. En daar hadden ze een muziekafdeling. En dan hadden ze VHS-banden. Voor ons bekend, voor hun misschien niet. Maar zijn jonge mensen. Maar het was een videoband. En daar stond Carmen Glyndebourne op. Mm-hmm. En ik dacht, nou, dat wil ik zien, want ik hou van muziek. En er staat een muziekafdeling, wil ik naar kijken. En dat was de Carmen van Maria Ewing in Glyndebourne. Maria Ewing is een van de meest fantastische, meest verleidelijke... Ja, dat was hier haar met grote rode lippen en fantastisch expressieve vrouw. En ja, ik was 14 jaar op Curaçao en ik dacht... Ik wil die vrouw zijn. Ik wil dit ook kunnen. Maar je bent op een eiland en daar heb je natuurlijk een soort horizon en een eilandje. Dan wil je toch wel daarvan weg om dat te kunnen bereiken. En heb die videoband dus... zo vaak teruggebracht naar de bibliotheek, zo vaak boete betaald... en dan weer gehaald en dacht, ik moet die vrouw zijn. En als ik een sprongetje maak, 15 jaar later... Nee, ik wil nog heel even bij haar blijven. Laten we even naar haar kijken. Graag. Ja. Oh, heel graag, ja. Ja, het is natuurlijk, ik mag er eigenlijk niet doorheen praten, maar dat doen we toch even. Ja. Jij zit daar en jij denkt, dit wil ik. Ja, want kijk, op Curaçao was er geen klassieke muziek. En ik was alleen maar helemaal weg van de tekenfilmmuziek. Mm-hmm. Dat ik dan dacht van, wauw, ik wil een tekenfilmfiguur zijn. Maar want dan kon je dan zingen en dan fluiten allemaal de dingen mee... terwijl ik aan het lopen ben en een verhaal. En dat is eigenlijk dus opera dus ook. Mm-hmm. Dat je dan... Alles wat je doet is in een acteer- en een zangvorm. En, waar moest ik dat doen? Hoe begin je ermee? En de muziek van Carmen was daar zo leidend in. En ook de karakter van die vrouw was zo leidend daarin. Want ik ben wel zo geboren van er is geen plafond. En je hebt ambitie, je moet hard werken. Ja. En dan ga dan leren, ga dan studeren. Dus door haar ben je echt gaan zingen? Ja, absoluut. Kun je in 2 zinnen Carmen even neerzetten? Dat we dat thuis denken, oh ja, wie was Carmen ook alweer? Nou, Carmen is sowieso een verhaal van 142 jaar geleden. En het is een vrouw met een eigen mening. Een vrouw die zegt, als jij... van mij houdt, nou, boeiend, ik heb meerdere die van me houden. Maar als ik van jou hou, pas op, want ik ga achter je aan. En het is een vrouw voor die tijd... was er ook heel veel controversie van... wow, wat die Carmen, dat is dan veel te losbandig en dergelijke. Maar het is niet anders van wat ik nu ook ben als vrouw.
ik kies ook mijn weg. En ik wil ook beslissen van wat ik wil voor mijn leven. En toen had ik op Curaçao op het einde dacht ik van ja, ik moet mijn weg beslissen. Ik moet zelf uitzien te vinden hoe ik dit voor elkaar krijg. Ja. En de Carmen was daarin ja, gewoon zo belangrijk. Dus als het voor mij is gelukt op zo'n klein eilandje om dan verliefd te worden op opera en klassieke muziek, dan vind ik dat het dan bij iedereen kan. Ja. Hoe ziet die Carmen van jou er nu uit dan? Ja, ik heb de Carmen eigenlijk ja, gebracht tot een bepaald kern. En dat is de flamenco-muziek. Want het is geschreven, door, ja, geïnspireerd door de Spaanse melodieën. Want het is een Franse opera, van een Franse opera met een Spaans thema. Maar Bizet was nooit zelf naar Spanje geweest, dus de componist van de Carmen. Maar die had wel al die melodieën. Dus ik dacht van, stel dat ik dan Spanjaarden vraag, en deze bijvoorbeeld fantastische Spanjaard Carlos Denia, een flamenco-zanger, wat zou jij met Carmen doen? Nou, hun handen gingen jeuken. Waarom? Ze zeiden van, hè, eindelijk hè, iets dat we dan kunnen doen met een Spaans thema. En ja, dat heb ik dus de opera ingekort. Want de oorspronkelijke Carmen duurt 3,5 uur. Ik heb het in 2 uur ingekort. En ik heb het in een ensemble gegooid van klassieke muzici en flamenco. Ja, en denk je dat je daarmee ook een wat jonger, ander publiek bereikt? Nou, is dat zo dat ik een aantal try-outs heb gehad. Ja. En die waren allemaal uitverkocht, wat ik erg prettig vond. Ja. En ik heb daar jonger publiek, nieuw publiek en operagaans publiek meegemaakt. En zij hebben allemaal een mening, want je hebt natuurlijk mensen die dan vaker Carmen hebben gezien. Mensen die nooit iets hebben meegemaakt met de opera. En ik ben wel heel blij dat ze het ervaren als een laagdrempelige opera. Omdat het natuurlijk de musical is onder de opera's. Een laagdrempelige opera, maar met hoog kwaliteit. En ik was bijvoorbeeld in Friesland, Hoge Zand, Sappermeer. Helemaal boven Groningen. En ik kreeg de hele zaal staand aan het zingen met mij tijdens de opera. Wacht even, er wordt meegezongen? Ja, door de beste mensen in Friesland. Fries hebben ook iets. Die hebben dat altijd. Nee, dat hebben ze dus niet. Flamingo zit in de bloed. Maar het grappige is, ze hebben mij gezegd van als je het in Friesland voor elkaar krijgt, dan krijg je het overal voor elkaar. Ja, okay. Maar ik wil gewoon dat mensen dat stukje waar ik dus verliefd op ben geworden, is die passie en het verhaal en het zingen tegelijkertijd met een verrassende programma ook. Laagdrempelig, maar wel. Dat alles, maar die flamenco mensen zijn goed, hè? Dat alles is hierbovenin als ze dan als ze aan het performen zijn. Dat is heel aanstekelijk. En als je dan dat combineert in de traditionele operavorm, ben ik ervan overtuigd van dat wij als operavak en operamakers en het algemene operacultuur misschien dit kunnen gebruiken als een bruggetje. Om dan daarna wel de oorspronkelijke grote Carmen. De wat serieuzere versie. Maar ik wil zo'n Carmen hebben dat mensen gewoon de zalen binnentrekt. Ja. Dat je het een keer meemaakt. De meezing Carmen. Dat was ook zo, toch? Het is er altijd een meezing. Ja, het is eigenlijk altijd. Opera is gewoon een volksvermaak tijdens het eten. En er is heel veel vormen voor gebruikt. Tijdens het eten. Maar dat is echt zo. Ik bedoel, een opera van Händel is 4,5 uur. Want dat er gewoon een banket bij is. Zing een beetje mondvol. Maar het is wel een entertainment voor de hele avond. En ik denk dat mensen in deze show misschien geïnspireerd raken om dan nog meer klassieke muziek tot zich te kunnen nemen. Nou ja, dat laatste, dat gaan we dan later weer bekijken. Ik hoop Carmen Revisited met Tania Cross gaat maandag 2 oktober in première in De Lamar. Dat is hier in Amsterdam, maar daarna gewoon door het hele land. Door het hele land, tot met december. Dank jullie wel, allemaal. Dank je. Tot morgen. Uitzending van Pauw bijwonen? Dat kan. Ga naar tvtickets.nl en u zit geramd.